In Ouaminé zagen we ongeveer dezelfde situaties en taferelen als in Samandô. Het dispensarium werd er druk bezocht. Men sensibiliseert er ook voor bescherming tegen malaria. En in de school zagen we opnieuw klassen met veel leerlingen en knappe kinderen. Omdat het weer zo'n opvallende sfeer is, zou ik nu opnieuw meer foto's willen tonen. Maar om het niet te lang te maken, beperk ik mij tot enkele sfeerbeelden. Hier nog zo'n overvol klaslokaal. En bij ons vertrek werden we weer enthousiast uitgewuifd. Nadien gingen we nog even naar het dorp om daar een aantal pakjes als geschenk te overhandigen. We konden er ook eens rondlopen tussen hun woningen en dat bleken nog allemaal authentieke hutjes te zijn. Het was toch even wennen. Oei, toch een zonnepaneeltje aanwezig blijkbaar. Waarschijnlijk om een gsm op te laden. Deze meneer wil ons wel even binnenin laten rondkijken. Hier toont hij het werkvlak waar het graan moet gemalen worden. En dit is de kookhoek. Deze mevrouw toont haar inboedel. Ja, de buitendeur die mocht voor mij wel iets groter zijn. Deze mevrouw is volop in actie. Zij toont ons hoe het moet. Albert viel blijkbaar erg in de smaak bij die vrouw. Hier is nog zo'n kookhoek, maar dan buiten, in de zon. Ziezo, het is weer tijd om terug te keren naar Garango. Ah.